Start. En de start is gevallen. Start van de mini-draverij. En dan zien we dat Lichtenshoeven Polly direct na de start de aanval probeert te openen. Maar de leider in het eerste uur is Vrieso, die een behoorlijke aanvangsspeed heeft. Vrieso neemt een 3/4 lengte voorsprong op de concurrentie. Als de mini-trotters nu de rechte lijn inkomen. Op de tweede plaats daarachter volgt dan het nummer 5 van Condor. En daar komt aan de buitenzijde, wijd aan de buitenzijde, ook Miss Wonka FS. En dat is combinatie nummer 6, Miss Wonka FS, gereden door Aitra de Boer. En zo zijn we dan in de laatste rechte lijn. En is de leiding nog altijd voor Ronald Lam met Vrieso. Die leidt hier aan de binnenzijde en heeft het commando. Op de tweede plaats is het dan Miss Wonka. En daarachter volgt in derde positie in goede aansluitende vorm Condor met Zoe Wester. En zo gaan we dan de finale fase in. Daarachter volgt op dit ogenblik dan Lichtenshoeven Polly. En daarachter volgt verder weg dan Dayton met Brianna. En ook Stanley probeert nog een rol te spelen. We gaan de laatste meters in en aan de binnenkant is het Vrieso die leidt. Vrieso heeft nog altijd het commando, maar daar komt de aanval van Miss Wonka. Miss Wonka aan de buitenzijde. Nog enkele meters te gaan. Miss Wonka wint het hier op de tweede plaats. Vrieso door het stek gaat dan de nummer 5 Condor. Dat laten we aan de jury over. Daarachter volgt dan het nummer 9 van Stanley met Christa Lauwensheimer. Dayton met Kevin van der Linden volgen daar nog achter. En verder weg hebben we dan ook nog nummer 7. Dat is Brianna. Met Liz Kistemaker. Voorlopige uitslag 6-1-3. 6-1-3 voorlopig.